In de nieuwe generatie wasmiddelen zitten enzymen die vlekken op een efficiënte manier verwijderen. Hierdoor kunnen we wassen op een lagere temperatuur, waardoor het energieverbruik aanzienlijk daalt. Bij DuPont produceren ze dit soort enzymen. An enzyme is a protein that exists in every living thing. Its role is to catalyze or facilitate biochemical reactions. For example, the enzymes in your mouth help to break down your food into components that your body can more easily absorb. Now, in detergents, the role of an enzyme is as an active ingredient that helps to break down the stain so that it can more easily be removed from your clothes. With the latest generation of enzymes, we're able to do that at ever lower temperatures so that you can wash your clothes clean at low temperatures. This is really important because so much of the environmental footprint that comes from the laundry process is in use. So the more you as a consumer are able to turn down the temperature dial on your washing machine, the better it is for the environment. De Brugse vestiging bestaat 120 jaar. We zijn destijds gestart met de productie van gist en alcohol en we zijn decennia geleden overgeschakeld naar de productie van enzymes. In België zijn we pionier op dat vlak en binnen DuPont zijn we uitgeroeid tot een strategisch site. De werking van enzymen wordt alsmaar efficiënter. Ook de productie ervan gebeurt op een meer efficiënte en duurzame manier bij DuPont in Brugge. Wij werken dagelijks aan het efficiënter maken van onze processen. We investeren daar ook heel veel in. Dit jaar is trouwens een recordjaar qua investeringen voor deze site. Het efficiënter maken van onze processen bestaat er voornamelijk in dat we dezelfde hoeveelheden kunnen produceren met minder energie en met minder grondstoffen. DuPont innoveert permanent om de omschakeling naar een biogebaseerde economie in diverse sectoren mogelijk te maken. In laundry, we're going to keep pushing the boundaries to make it possible to wash at lower and lower temperatures. But beyond that, there is an entire bio-based economy that DuPont is contributing to develop. It means improved efficiency of meat production. It means biofuels. It means biomaterials. So as I look to the future, DuPont is using the science of enzymes to make all of this come true. And the enzymes that we produce here at the Bruges plant are a key component of making that future real.